Frans Klein zat er met zijn neus bovenop toen het gruwelijk misging bij de wereld draait door, maar gelukkig voor hem hebben daden niet altijd consequenties in Hilversum. Hij heeft lachend een lucratief baantje aangenomen bij Talpa en beklaagt zich nu over de onzorgvuldigheid waarmee het onderzoek naar het NPO wanggedrag zou zijn uitgevoerd. Wil Frans dat er daadwerkelijk wat verandert in de mediawereld? Of wil hij vooral zijn eigen hachje redden? Hij heeft in elk geval het advocate nechtpaar knoops in de arm genomen en volgens de media redactie van het AD heeft dit drietal ervoor gezorgd dat het onderzoek naar de misstanden bij de publieke omroep behoorlijk werd getraineerd. Nu het rapport er ligt sluit Frans juridische stappen niet uit vanwege die onzorgvuldigheid. Ongekend, vindt columnist Jan Dijkgraaf het. Brutale aap, schrijft hij op X. En onderzoeksjournaliste Kim van Keken, nee Frans, jij ging niet zorgvuldig om met zeer serieuze klachten van je medewerkers. Niet als VARA-baas en niet als NPO-baas. Telegraafjournalist Wilson Boldewijn vindt dat Frans momenteel even geen recht van spreken heeft. Och o ch o Fransie moet gewoon even stil zijn. Journalist Ton F. van Dijk, tevens oud-zenderbaas van het toenmalige Nederland 1, vindt het ongelooflijk. Wie adviseert deze man op gebied van media en perceptie? En oud telegraafbaas Jules Paradijs, hilarisch hoe omroepbestuurders reageren op het NPO-rapport. Ze hebben niet door dat onder hun verantwoordelijkheid het pestgedrag door de vingers is gezien. En dat ze hun hachje proberen te redden. Angela de Jong heeft er door figuren als Frans Kleinenhart hoofd in dat er echt wat gaat veranderen in de tv-wereld. Matthijs van Nieuwkerk heeft gewoon weer een lekker contract bij RTL, zijn wegkijkende directeur Frans Klein is een hoge pief bij Talpa, schrijft ze in haar AD-column. Het zegt genoeg dat Frans het advocaat Nechtpaar knoops in de arm heeft genomen, vindt ze. Wat vindt u, geeft dat er blijk van dat iemand inziet dat er dingen fout zijn gegaan, dat hij berouw heeft en het voortaan beter wil doen? Wel nee, er moeten dringend straatjes schoongeveegd worden. Hoe is Frans eigenlijk op het idee gekomen om meneer en mevrouw Knoops in te schakelen? Ah, hoe kan het ook anders, een gratis tip van Jan Slachter. Ja, terecht. Hij kreeg een stuk voorgeschoteld wat over hem ging en dat zou de finale tekst worden. Nou, toen heb ik geadviseerd, neem een advocaat mee, zegt de Max-baas in Sofie Roen. Waarom dan? Om goed te kijken omdat wat erin staat ook wel klopt. Of het wel juist is. Of de bewoordingen juist zijn. Of het niet een persoonsgericht onderzoek was, dat hebben ze eruit gehaald.